Dit is nou echt een bizar goede uitvinding. Ga eerst even ruiken. Zo! Dit is een soort VR-bril. Dus ik ga het even uitpakken en dan gaan we kijken hoe dat dit werkt. Hey toppers, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Action. Mijn naam is Addo en je kan me misschien kennen van TikTok, Instagram of YouTube. En vandaag ga ik de 10 gekste dingen, vind ik zelf althans, van de Action uittesten. Dus let's go. Oh ja, en voordat ik het vergeet, vergeet niet de video te liken en alvast eventjes te abonneren als je dat nog niet had gedaan. En trouwens, mijn socials heet de Glimlach Ads. Je bent vrij om die ook lekker te volgen. Ik ben onderweg naar de Action en ik ben echt zo benieuwd wat voor gekke dingen ze daar hebben. Ze hebben eten, drinken, maar ook voor in de tuin. We gaan het zo meteen gewoon zien, dus ik ben benieuwd. Tot zo in de Action. Zo, en nou gaan we 10 gekke dingen uitzoeken. Zo jongens, ik ben nu in de Action en ik moet nog 5 gekke dingetjes uitkiezen. Ik heb al iets voor in bad. Ik heb een draadloze oplader met een lampje, een nachtlampje. Dus ja, ik ben benieuwd. Het tasje is vol en we gaan het nou even allemaal uittesten. Let's go! Zo, ik ben terug op kantoor en ik ga de 10 gekste dingen die ik heb gekocht even uittesten. Het eerste waarvan ik dacht, dit is gek, maar ook heel handig, is deze. Dit is een, als je in bad gaat, moet je deze achterop plakken. Dan kan je hem zo. Ik vind het zelf altijd heerlijk om lekker in bad te gaan. Je hebt hier altijd zo'n puntje op je hoofd zitten, weet je wel. Want dat doet dan echt heel veel pijn. Dus ik leg daar heel vaak een handdoekje neer. Maar nu is dat niet meer nodig. Dus ik heb deze en ik ga hem even uitpakken en dan ga ik hem even uitproberen. Zo, hij is uitgepakt en... Oh. Zo, het lopen bijna. Nou, hij plakt in ieder geval goed. Je kan hem ook gebruiken als je op kantoor even een klein dutje wil doen. Oké, de volgende. Zo, hij plakt echt heel goed. Oké, de volgende is een smartphone screen magnifier. Ik dacht echt van, wat is dit? Maar je kan dus je telefoon erop neerzetten. En dan wordt je beeldscherm wordt dus 3 keer zo groot. Dus ik vond het ook wel gek. Ik heb alvast de telefoon erbij gepakt. Dus ik denk dat je hem zo open moet maken. Deze moet sowieso hier aan vast. Zo. Ik moet hem zo vastzetten. En dan staat hij zo recht. Oké. Okay. Oh, dat is wel grappig, man. Dat is eigenlijk gewoon een vergrootglas. Dit is nou echt een bizar goede uitvinding. Als je nou een voetbalwedstrijd wil kijken of zo, of een filmpje met z'n allen, en je hebt alleen een telefoon, dan is je telefoon vaak veel te klein. Maar dit zorgt ervoor dat je een veel groter beeld hebt. Goede uitvinding. Ik vind het wel een beetje gek, maar wel heel leuk. Door naar het volgende. Zo, volgende. Ik vond het ook wel heel grappig eruit zien. Volgens mij moet je hier water in doen. Kan je die aanzetten en dan, als je dan spuit, dan komt dat water zo pssch, lekker in je gezicht. En dan heb je ook nog gelijk extra wind erbij. Dus ik ga eventjes vullen met water en dan ga ik het even uittesten. Zo, ik ben er wel achter gekomen dat je een batterijtje nodig hebt. Maar je kan wel gewoon spuiten. Dus als het super warm is en je hebt dan ook nog eens een batterijtje hiervoor. Zo. Dus serieus, heerlijk verfrissend. Dus het is ook gek. Maar wel echt een top uitvinding. Zo, de volgende. Ik heb dit nog nooit gezien. We hebben er 2 van. 2 soorten. Ik heb dit nog nooit gezien. Ik vond het best wel gek. Het is voor mij een cakeje met een 4 white cream en peanut butter cups. Dus met pindakaas. En dit ook. Alleen deze is bruin en deze is wit. Dus ik ga eerst even die witte proeven. Ik had ze wat groter verwacht. Ja, er zitten er helemaal 4 in. Dus... Maar goed. Oeh, zo. Het ruikt. Het ruikt heel erg naar pindakaas. Wow. Holy moly. Dit is echt super lekker. Ik hou sowieso van pindakaas. Maar die rand eromheen is ook echt lekker. En de onderkant is lekker zacht. De buitenkant een beetje krokant. En de binnenkant lekker zacht. Net hadden we de witte. Dan gaan we de bruine doen. Daar gaan we. Ik vind die witte wel lekkerder, maar deze vind ik ook wel lekker. Dat is goeie. Ik weet niet wat het is. Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar ik vind het heel lekker. Ik kende dit niet, maar ik ben benieuwd of jullie dit ook wel eens kennen. En of je dit al wel eens geproefd hebt. Dus ik ben benieuwd en laat het weten in de comments. Naar de volgende. Dit vond ik heel vet. Dit is een soort VR-bril. Dus ik ga het even uitpakken en dan gaan we kijken hoe dat dit werkt. Wow. Dit ziet er wel echt uit als een echte VR-bril. Ik heb eventjes uitgevogeld hoe dat ding open moet. Maar je moet hem dus hier zo trekken. En dan moet je hier dus je telefoon inzetten. En dan kan je gewoon naar YouTube gaan. Of als je bepaalde spelletjes hebt. Kan je gewoon je telefoon hier inzetten. En dan doe je hem zo
op je hoofd. Ik zet hem er even in. Oké, jongens, ik heb een filmpje van de achtbaan aangezet, dus we gaan even kijken. Wow! Wow! Ho, 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 ho! Geintje natuurlijk, het is niet zo overdreven als dat ik deed, maar het is wel leuk om een leuk filmpje te kijken. Gaan we naar het volgende artikel. Ah, ik dacht echt toen ik dit zag, anti-dust spray. Ik weet dus niet, ja, anti-stofspray. Zorgt dat er dan voor dat je geen stof hebt op al je apparaten of al je kasten en weet ik het allemaal? Als het echt zo is, dan is dit echt een bizarre uitvinding. Ik ga het op de tafel spuiten. Ik zal even voorlezen wat er op de achterkant staat. Verwijdert stof en vuil van moeilijk bereikbare plaatsen. Dus in kleine hoekjes en dat soort dingen. Dan kan je zo... De cameraman die schrok zich helemaal dood. Dus om op moeilijke plekken stof weg te halen. Dus gaan we naar het volgende artikel. En dit vond ik ook heel grappig uitzien. Magic Unicorn! Het is een roze bekertje. Strawberry. Raspberry. Dus het is aardbei en framboos. Ik vond het er ook wel een beetje gek uitzien. Kijk, met een unicorn en zo. Ik maak hem even open. Ik ga eerst even ruiken. Zo! Poeh! Mokertje zoet. Ik ga het nu proeven. Wel lekker. Het smaakt een beetje... Ja, daar smaakt het echt naar. Het smaakt naar gewoon limonade. Hartstikke lekker. Gewoon voor thuis, prima. Volgende artikel uit de Grabbelton. Deze geweldige mok. Ik vind hem fantastisch. Vond hem er ook een beetje gek uitzien. Ieder altijd lekker mokkie voor een bakkie koffie. Nog twee artikelen. Ja, dit vond ik ook gek. Ik snapte in eerste instantie niet zo goed wat het was. Maar als ik het hier goed uit begrijp, is het een lampje en een wireless charger. Dus je kan hem draadloos opladen. Het ziet er zo uit. Ik ga hem even uitpakken en dan ga ik hem uittesten. Nou, het ziet er wel mooi uit. Kijk, het ziet er zo uit. Dan moet hier de telefoon op en dan is dit denk ik een nachtlampje. Ideaal voor naast je bed. Heb je geen gehandels met een draad natuurlijk. Ik denk dat je deze dan hier ergens in moet steken. Zo. Ja, hier. Aan de achterkant. Je moet er eventjes een adapter hebben. En die stop je dan zo. Naast je bed of in de woonkamer. Zo. En dan laat je zo hier. Hop, je telefoon op. Ik heb hier een stopcontact. Ik zie lampjes branden. Hoe gaat dit knopje? Oh. Wow. Deze heeft... Je hebt ook gewoon warm licht. Oké, ik ga testen. Dus dit is super chill voor naast je bed gewoon. Als je gewoon een klein beetje licht nodig hebt, als je een boekje gaat lezen of zo. Je hebt gewoon wit licht, uit en geel licht. Oké, ik ga nu proberen de telefoon op te laden. Hoppa! Hij laat gewoon op. Ik vind dit. Ik dacht eerst in het begin van, hé, wat is dit? Wat is dit? En maar nu denk ik van, super handig. Ga ik nu het laatste artikel pakken. En dit vond ik ook fantastisch. Ik hou heel erg van Batman, dus ik dacht, dit gekke shirt moet ik gewoon hebben. Ik ga hem even aandoen. Dus in 3, 2, 1. Zo, kijk eens aan. Geweldig shirtje. Hij zit ook lekker. Kost geen drol, want het is bij de Action. Het is goede kwaliteit. En nog eens hartstikke leuk. Zo, dan zijn we alweer beland aan het einde van de video. Vond je dit nou een leuke video? Like dan eventjes. Abonneer eventjes op het kanaal van Action. En abonneer je natuurlijk ook gelijk even op mijn kanaal. Volg me op TikTok, volg me op Instagram. Ik heet daar allemaal Glimlach Ads. Heel erg bedankt voor het kijken, toppers. Doei doei!